En we hadden nog even de Partij voor de Dieren. Ja, mogen we ook iets aan doen. Zullen we maar niet. Laten we beginnen met alle losse stukjes. Ja. Partij voor de Dieren, Frans Timmermans. Wat is er met Frans Timmermans? Ja, die ontpopt zich plotseling als een liberaal criticus van het gemeenschapsdenken van Omtzigt en mevrouw van der Plas. Waar heeft hij dat al gezegd? Ja, gisteren in een lezing. Oh! Net nog even zitten lezen in de kwaliteitskrant. Wat zegt hij dan allemaal? Nou, dat we moeten oppassen dat we niet, dat de gemeenschap, de collectiviteit, niet het individu gaat overheersen of domineren. Nou ja, kijk eens, dat is die kwestie van dat nabuurschap en dat soort van zaken. Ja, dat had Van der Plas gezegd. Ja, laten we eerlijk zijn. Dat is allemaal politieke retoriek die natuurlijk zo gewonnen. Ik bedoel, hoe gaat ze dat? Dat viel mij toch. Nou, daar kunnen we wat mij betreft het toestel waarvoor aanzetten. Ja. Wat mij toch tot op heden nou het meest is opgevallen is dat al dat gepraat over de komende verkiezingen zo loos als wat is, omdat niemand iets concreets medegedeeld. Nabuurschap, de overheid moet dit, de overheid moet dat, maar hoe precies de overheid dat gaat doen, wat voor concrete maatregelen. Iedereen is plotseling over een warm voorstander van van die bestaanszekerheid. Eerst, ik geloof dat Omtzigt met dat woord is gekomen. Nou, nu is iedereen voor bestaanszekerheid. Daar ken ik sinds het allemaal de bui wel hangen. Ook de VVD bleek enorm voor bestaanszekerheid. Nou goed, die hebben ze de afgelopen 13 jaar systematisch ondergraven. En mooi dat ze er nu iets aan willen doen. Ja, ik blijf bij mijn belangrijkste punt. Ik hoop echt dat de VVD een tijdje een wat minder prominente rol in de Nederlandse politiek zal spelen. Of dat gaat gebeuren, ik heb geen idee. Want wat bij Omtzigt wel opvalt toch, is dat de enorme potentie die dat verschijnsel, want laten we het even zo noemen, het is nog natuurlijk geen politieke partij of zo, heeft, hebben we geen idee hoe die de aanwas gaat beperken. Nog niet een suggestie van een idee. Ja, hij gaat nu wel van meedoen, hebben we gehoord. Hè? Dus nee, dat je in Utrecht niet kunt stemmen. Waar dan wel en waar dan niet? En wat voor vorm krijgt dan? Laat staan dat we iets hebben gehoord over de tientallen Kamerleden waar die mogelijkerwijs over zou kunnen beschikken. En de premierskandidaat. Het beste kan hij natuurlijk al die ex-CDA's bellen of die het niet willen doen. Want daar hadden we het al even over, toch? Joop van den Bergen, vrij komisch, die column in parlementair.com. Parlement.com had geschreven dat drie CDA's toch wel een beetje veel van het goede was. En ja, daar kan ik me op in principe wel mee verenigen natuurlijk. Ja. Maar ja, je ziet dus dat ze allemaal koersen. Ja, dat plotseling is het centrum in. En we dachten natuurlijk door de manier waarop de VVD die crisis veroorzaakt heeft, dat de VVD een scenario hard over rechts zag. Je zag ook dat de rechtse splitters allemaal wel een ontzettend leuk idee vonden, samenwerking met de PVV. Ja, en daar rolde toen in feite het Omtzigt-fenomeen doorheen, waardoor dat die hele zaak eigenlijk naar het centrum getrokken is. En ja, ik zie dat voorlopig niet fundamenteel veranderen. Het lijkt me niet zo dat Omtzigt ineens zal zeggen, nou, ik heb de VVD altijd een tompartij gevonden, daar gaan we mee samenwerken. Dat is niet mijn indruk. Maar ik weet absoluut niet hoe. En, waar was en dat men nu voornamelijk toch reageert op de vage ideologische toetsen die het politieke debat heeft gekregen terwijl het de verkiezingen nadert. Nabuurschap was mevrouw van der Plas. Ja, hoe ga je dat realiseren, als ik vragen mag? Krijg je huis aan huis post van geachte heer Van Rossum, het zou wel prettig zijn als u wat aardiger tegen de buurvrouw was. En dat als uw buurman de eens zijn enkel breekt, dat u ook wat boodschappen gaat doen en zo. En nou ja, iets in die geest, stel ik mij voor. Dat zijn natuurlijk allemaal een beetje utopische uitspraken die nergens op slaan. Als ik ze vrij mag zijn. Maar dat geldt zelfs voor dat die bestaanszekerheid. Ja. Weet je, zult er moeten uit dat het enige concrete punt wat we tot nu toe hebben gehoord was dat het minimumloon omhoog moest. Ja, dat zei en dat was wel heel variabel, want de linkse combi wou geloof ik naar 16. En anderen die het erover hadden, werd het niet duidelijk aangegeven hoe ver het omhoog zou gaan. Dus ja, het zijn allemaal hele algemene praatjes. Ja. En ook dan met name natuurlijk dat idee
dat het collectief weer een wat prominentere rol zou moeten spelen. En nu las ik dus in de kwaliteitskrant net dat, hoe heet die? Timmermans. Timmermans, ja. Dat die had gezegd van ja, het moest allemaal niet anti-individualistisch worden, want dat het individualisme, de ruimte die het individu in de moderne samenleving heeft, die moest niet tekort gedaan worden. Dat was niet de bedoeling. Maar ik zou zeggen, als ik zelf een programma op zou moeten stellen, zou ik zeggen, laten we iets doen aan het tekort aan verzorgingshuizen. Die hebben ze in de afgelopen jaren gewoon ruksigloos afgebroken. Ik gebruik hier met opzet een Duits woord. Misschien ook omdat ik net een week in Duitsland ben geweest, dat weet ik niet precies. Kom eens met concrete voorstellen. Wat ga je concreet doen om de onzekerheden in onze samenleving op een aantal punten weg te nemen? Dat zou ik wel eens willen weten. En ik ben totaal niet geïnteresseerd in ideologische prietpraat over nabuurschap, collectief of wat niet collectief. Wat maakt dat ideologisch? Nou, dat het een punt is wat, laten we zeggen, samenhangt met een specifieke maatschappijvisie. Namelijk een maatschappijvisie die bestond toen we het nog gezellig hadden in Nederland. Toen we nog dorpen hadden en toen we nog een echt platteland hadden. Hebben we dat niet meer dan? Nou, niet volgens mevrouw van der Plas. En voor zover we hem nog hebben, wordt het zeer ernstig bedreigd door, nou ja, de overmatige de urbanisering. De overmatige aandacht die met name de Randstad krijgt. Als je in het land een lezing gaat houden, een van de altijd genoemde punten is dat ja, de Randstad krijgt alle aandacht en bij hun worden de bushaltes afgebroken. Wat ik overigens, daar hebben we het wel eens over gehad, een heel hoogst ongelukkig beleid vindt. Ja, ook als er maar 3 mensen in die bus zitten, zorgens om 7 uur, dan moet die bus toch rijden. En als dat ding wordt opgeheven, ja, dan voel je je wel behoorlijk gepakt. Dat kan ik me best iets bij voorstellen. In Zeeland moet je dan bellen. Sta je bij zo'n paal, moet je bellen. Ja, het busje komt zo. Dan moet je mijn broer zo verbellen. Nadat hij weinig opwekkende ervaring met busje had gehad, heeft hij toch maar een autootje gekocht. Op Texel woont hij, hè? Ja. Maar Timmermans is dus, want even voor de duidelijkheid, jij vindt die ideeën om iets meer naar de medemens om te kijken wel goed. Alleen vraag je af. Ja, daar ben ik een warm voorstander van. Okay, alleen als je niets concreets zegt, dan kan dat zo weer wegzakken. Ja, dan krijgen we verkiezingen, opwindingen in de tent. Er moet een kabinet in elkaar getimmerd worden. Ja, dat hangt van compromissen aan elkaar. Zo zit Nederland nu eenmaal in elkaar. En dan, ja, dan is het maar de vraag of die concrete voorstellen ook daadwerkelijk in werkelijkheid worden omgezet. Dat is bij iedere partij de vraag. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Maar je mag ook wel blij zijn. Ook Omtzigt mag best eens duidelijk maken hoe die precies zijn wensenpakket gaat realiseren. Ja. En je hebt er weinig aan als iedereen maar van die vage praatjes houdt. Dan heb je er natuurlijk bar weinig aan. Dat het hele systeem heel onverwacht, naar mijn idee, naar het midden trekt, vind ik opmerkelijk, ja. En dat wordt deels veroorzaakt door het feit dat we natuurlijk een aantal crises of semi-crises hebben gehad, waarbij vrij snel duidelijk is, niet waar, dat een aanzienlijk deel van de bevolking, laten we het ook vrij vaag formuleren, problemen heeft met het betalen van een normaal en enigszins beschaafd dagelijks leven. En dat in verband met bijvoorbeeld die energiekosten en eventuele andere kosten. Maar het is wel positief dat we die rechtse uitwassen met extreme ideeën. Dat in principe moeten we vooral juichen voor het verdwijnen van al die rare rechtse splinters. He, ja, kijk, iedereen die ooit iets te maken heeft gehad met Thierry Baudet, daarvan weet je dus, hij kan een nette dans om hebben. Hij kan met 2 woorden praten, maar je weet dat hij gek is. Dat weet je zeker. Dus ja, daar moet je dan wel rekening mee houden. Die angst was er voor Caroline in het begin ook nog wel, ook bij jou. Dat je dacht van, is dit weer zo'n idioot? Zeker. En zij heeft in zekere zin, door haar samenwerking op provinciaals niveau, heeft ze laten zien dat ze van goede wil is. Al heb ik begrepen dat in haar programma, wat ook geloof ik gisteren werd geopenbaard, ten eerste had ze natuurlijk wel een heel raar troepje, niet waar, verrafelde resten van het Thierry Baudet-fenomeen geïmporteerd. Een hoogst ongelukkige geste, als ik vrij mag zijn. Maar ook had ze een programmapunt dat het aantal asielzoekers tot 15.000 beperkt moeten blijven. Daar kan zij wel vinden
Dat kunnen we in Nederland wel vinden. Alleen hebben wij niet het recht, nog de mogelijkheden, om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat zij de suggestie wekt dat dat zomaar gedaan kan worden. Niet waar, zonder dat er bijvoorbeeld een rechter of eventueel zelfs een Europese rechter tussenkomt, betekent wel dat ze hele rare gedachten heeft over die samenwerking. Sowieso komt de EU bij haar toch wel erg bekaaid af. Goed, wat hebben we nog meer? Nou, nog dus ja, even, iets meer concrete voorbeelden zouden... Nou 130 op de snelweg is heel concreet. Oh ja, nou, dat is van een diepe kinderachtigheid. Waar ik verder niks over te melden heb. Ik kan hoogstens zeggen... Ja, ik ben zelf natuurlijk lang geleden bekeurd met 165 op de snelweg. In mijn lichtgroene, appelgroene Renault 16 TX. Dat was toen de maximum, 120? Ik heb geen flauw idee. Okay. Ik heb je toch verteld van die Porsche-ploeg. Een beleefde lui dat waren, dat was het. Het was dus niet die blaftoon die de politie gauw aanslaat. Ik ben hier ook wel eens aangehouden in verband met het blazen in het zakje. Kan ik je zo ook wel vertellen. Nee, het was goedenavond meneer. Nee, eerst zei ze goedenavond mevrouw, want mijn echtgenoot zat erbij. Mijn zoon was toen 3 of 4, die wordt 50 volgend jaar. Dus heb je een beetje een indicatie van hoe lang dit eigenlijk geleden is. En toen zei ze heel beleefd tegen mij, had u een goede reden om zo hard te rijden? Ik zei, nee, helemaal niet. Het ding is nieuw en hij is ingereden. Ik wou wel eens even zien. Je moest toen auto's nog inrijden. Ook een fenomeen wat spoorloos verdwenen is, merkwaardig genoeg. Ja, ik wou eens kijken hoe hard die komt, zoiets, zei ik. Maar ja, ik weet niet, ik moest €300 gulden betalen of zoiets. Ja, was ik een langdurig achtervolg door een politieauto. Omdat ik iets had gedaan wat volgens hen niet mocht, maar waarvoor ze geen behoorlijke argumentatie konden geven. Het is te ingewikkeld om uit te leggen. En het was 2:30. 3 uur 's middags. En tenslotte, ja, stonden we hier. Ik had een hele tijd gedebatteerd met de oudere agent. Het was duidelijk dat hij het debat verloren had. Of ik nou gelijk had of hij, dat durf ik eigenlijk achteraf niet meer te zeggen. Maar hij had wel het debat verloren. En toen zei hij, ja, dan moet u nog wel even blazen. Toen zei ik nog, op mijn sympathieke en bekende toon, ik zei, nou, het is 2:45 in de middag. De kans dat ik nu al een flinke borrel op zou hebben, is niet zo groot. En dat niet alleen, als u een klein beetje weet van alcohol en u heeft niet gedronken, dan kunt u binnen 3 seconden ruiken of ik wel of niet iets gedronken heb. Dus u moet al lang geroken hebben dat ik niets heb gedronken. U doet dit alleen maar om mij te treiteren. Dat maken wij zelf van uit, meneer. U kent dat wel, die toon. Ja, laat die sukkel, die laat mij blazen, je begrijpt dat het niet positief was. Dus ik zeg, ja, dat noem ik nou overheidsverspilling. Toen zijn ze geruisloos ingestapt en weggereden. Kijk, dan hebben ze het debat zeker verloren, ja. Dat debat hadden ze wel goed verloren, ja. Ja, ja. Alle flauw ik toe. Sterker nog, ook bij een andere keer had ik mijn dochter weggebracht naar een of andere festiviteit. Ook midden op de middag werd ik aangehouden op de Beeldse Straatweg. Blazen. Dus ik weer hetzelfde verhaal. Ja. Ja, god, het is toch niet waarschijnlijk dat ik kom net van het terrein af, dat ik straalbezopen ben of sowieso veel heb gedronken. Want u kunt het ruiken. Heeft u geen verstand van alcohol? Iedereen weet dat iemand die fors gezopen heeft, dat je dat onmiddellijk ruikt. Net zo goed als die wanneer die net een sigaret heeft gerookt. Nou ja. Nee, niets mee te maken wij zelf vooruit. Ja. Nou ja, dus heb ik ook volkomen nutteloos in dat dingetje geblazen, ja.